Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag ga ik naar Oud-Karspel alweer. Maar vandaag niet om te springen. Nou ja, eigenlijk ook wel. Maar vandaag vooral om te crossen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ja, vorige week zijn wij gestart. Was het vorige week? Ja. Vorige week zijn wij gestart in Vinkega om te beginnen met crossen. En dat hebben wij gedaan in de klasse L. En vandaag gaan wij gewoon weer lekker in de klasse M. Want ja, dat is onze eigen klasse. Dus daar gaan wij dus nu gewoon lekker in starten. Ik start in de avond. Dus de paardjes hebben de hele dag al lekker buiten kunnen staan. En ik zal nu eerst even de stal uit gaan mesten. Want dan hoeven we dat vanavond in het donker niet meer te doen. Dus dat scheelt. Ja, ik moet om 7 uur starten. En rond 6 uur kunnen we het parcours verkennen nog. En ik denk dat het nu, ja, nu 4:15 is ongeveer. Dus, ik zal eerst even deze bende even eruit halen. En dan kunnen we vanavond gewoon in één keer door. Ik wou jullie even heel graag mijn beestkappen laten zien. Dit zijn gewoon mijn trainingsbeestkappen. Maar ja, zoals je kan zien is hij compleet gebroken. En dit is dus ook de reden waarom ik altijd mijn trainer beestkappen om heb. Want zo zie je maar. Dit was maar gewoon tegen zijn pees aangekomen. Dus, mijn tip, altijd beestkap omdoen. Nou, Bluff die staat in de trailer en ik heb ondertussen nog de stallen schoongemest. En ik heb hem even gepoetst en een rijstekentje opgelegd en zo. Dus wij gaan nu vertrekken. En ja, dan zie ik jullie dus over een uurtje in Oud-Karspel. Nou, en ik heb hier mijn springhoofdstel en daar ligt mijn dressuurhoofdstel. En ik zal hier even wat gaatjes bij knippen, want ik heb een nieuw bit. En ik ga even kijken of ik die nog ietsjes hoger kan hangen. Dus dat ga ik nu ook even ondertussen doen. Zo, nou, wij zijn even te tanken en wij zijn er bijna. Ik word echt altijd super moe van al dat autorijden en zo. Pff, ik kan altijd wel slapen. Ik heb net even de bitjes, of nou ja, het bitje aan mijn springhoofdstel verwisseld en daar even gaatjes in geknipt. Want ik heb namelijk een nieuw bitje. En ja, als je me op Instagram volgt, dan heb je waarschijnlijk ook wel meegekregen dat ik heel veel verschillende bitjes aan het uitproberen ben. En dit is gewoon omdat ik, ja, nog steeds het gevoel had dat ik niet het perfecte bit had wat Bluff fijn vond. En ik heb denk ik thuis wel een stuk of 20 of 30 bitten liggen inmiddels. Dus ik heb er echt al heel veel uitgetest. Maar ja, nog steeds gewoon niet het perfecte bit gevonden. En ik ben wel een voorstander van, hè, dat je niet altijd zeg maar hardere bitten moet of ja, scherpere bitten moet zoeken, maar juist voor wat zachters moet gaan, maar ook dat hielp niet. En ja, ik was er gewoon nog niet helemaal over uit en ik ben afgelopen week heel erg bezig geweest met het uitproberen van nieuwe bitten en zo heb ik ook het Mylar bit geprobeerd en een Neue Schule bit. Ik hoop dat ik het maar goed uitspreek. En ik was eigenlijk wel heel tevreden over deze bitjes. En het Mylar bit is niet fijn voor de dressuur, vind ik dan. Hè? Daar loopt hij gewoon toch nog niet helemaal top op. Maar voor het springen is het wel heel fijn. Dus ik ga vandaag voor het eerst, nou ja, ik heb wel in trainingen al gesprongen met dit bit. Maar ik ga voor het eerst op wedstrijd met dit bit. En ik vind dat best spannend, omdat hij met cross natuurlijk super enthousiast wordt. En dit bit heeft geen pijl. Ja, het is geen pijlham. Het heeft geen hefboomwerking. En het is eigenlijk super vriendelijk. Dus ik hoop, fingers crossed, dat hij er niet met me vandoor gaat. En dat ik hem lekker kan houden. En dat we gewoon heel relaxed een rondje kunnen rijden. Maar dat gaan we zien. Maar ik vind het wel een beetje spannend. Want ja, ik heb het gewoon nooit uitgeprobeerd. En thuis in training ging het super goed. En was hij heel ontspannen. En slaat hij dus ook niet meer zo heel erg met het hoofd. Wel een beetje, maar niet heel erg. Maar ja, ik ben dus benieuwd hoe dat straks gaat. Zo, nou, wij zijn aangekomen. Ik sta eventjes in de trailer bij Bluffje. Dan ga ik even mijn zaklamp van mobiel, want het is ondertussen al donker. Ik ga zo parcours verkennen. Als het goed is kan dat om 5:55. Dan gaan we parcours lopen en dan kun ik daarna gelijk opzadelen. En dan kunnen we gelijk van start, ja, nou ja, een half uurtje inrijden en dan gelijk starten. Dus niet een hele lange wachttijd gelukkig, dus dat is lekker. Nou, ik heb net het parcours verkend en wij zijn er dus helemaal klaar voor. Er staan hele mooie hindernissen. Wel hoog, of hoger dan vorige week, maar dat vind ik wel heel leuk. Dus mijn moeder is daar in het donker mijn cap aan het fixen. En ik ga dus samen nu
met mijn vader lekker bluff opzadelen. En dan kunnen wij zo lekker rijden. En we moeten hier in de buitenbak moeten wij inrijden. Daar staan wat springhindernissen en een heel klein boomstammetje. En dan gaan we daarna naar de binnenbak om daar te crossen. En het is dus de bedoeling dat we eerst 6 springhindernissen springen. En daarna ga je gelijk door naar de tweede fase van je cross. En dat zijn 16 hindernissen. En ja, dat moeten we dus even doen. Grote vriendje heeft alweer lekker eten. Die zijn wortels eerst aan het oppeuzelen. Lekkere jongen. Nou, en ik ben eigenlijk wel heel tevreden over mijn rondje. Het is alleen een beetje jammer, want ik heb hindernis 13 2 keer gesprongen in plaats van 1 keer.
Dus ja, ik ben daardoor gedisqualificeerd. En dus dat is wel heel jammer, maar ik had wel echt een heel fijn gevoel. En het viel mij mee hoe Bluff reageerde op dit bid. Want ja, ik dacht eerst, hij gaat er straks vol vandoor met mij. En hij gaat gewoon vol, want het is geen pijlham en je hebt geen hefboomwerking en je hebt eigenlijk niet zoveel. Maar ja, dat viel heel erg mee. Ik ben heel tevreden eigenlijk hoe die erop liep. Dus ik denk wel dat dit een blijver bitje is. Dus daar ben ik wel heel tevreden over. Dan heb ik eindelijk een bit gevonden die goed bij ons past. Tenminste voor het springen. Nu de dressuur en de cross nog. Maar één bit is op zijn plekje. Dus daar ben ik heel, heel, heel tevreden over. En verder, het crossen, Bluff pakte alles super goed aan. Hij wou heel graag en ja, wel een paar keer een misafstandje, maar hij was zo braaf en hij wou zo graag weer, ja, werken. Is een hele fijne training is dit gewoon geweest voor het outdoor seizoen, dus ik ben heel tevreden. Nee, Bluffje, je moet even lachen voor de video. Dat wil je niet. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken naar het kijken voor deze video en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei doei!